de Olympische Spelen zag in Sydney. Toen zag ik Ingrid Bruin goud winnen. En toen had de NOS een filmpje gemaakt van haar in slow motion. Muziek van Moby eronder en zo. En een commentaar doorheen. Toen dacht ik, oh, als ze ooit zo'n filmpje mij kunnen maken, zou het gek zijn. En nou, hier sta ik dan. Mijn stiefvader bracht me dan om 5 uur naar het zwembad. En dan begon ik om 5:30 met trainen tot 7:00. En dan kwam mijn vader, die een ploeg heeft, dus die is s'avonds laat naar bed ging, die kwam me dan weer halen. Dus je had eigenlijk ook heel weinig slapen voor 6 jaar lang. Dankjewel, papa. Ik heb niet één hoogtepunt, denk ik. Olympisch goud is er één van, sowieso. En Doha, waar ik wereldkampioen werd in de 400 vrij, is er sowieso eentje van. Maar misschien wel de belangrijkste medaille die ik ooit gewonnen heb is in 2007 tijdens het WK in Melbourne. Dan mocht ik voor het eerst meedoen met het finale team. En ik stond maar een seconde harder dan ik ooit had gedaan. En ja, toen wonnen we brons, 7 voor Duitsland en in Australië, waar echt het Valhalla van het zwemmen ongeveer. Helemaal pijn in mijn kaken van het lachen. Ja, dat was voor mij wel het begin van, hey, ik ben hier best wel heel goed in. En hier wil ik wel heel hard voor werken om te kijken wat ik nog meer kan. Ik vind het ook heel mooi om te zien hoe mensen hier in het swimgym progressie boeken. Ik kom af en toe eens kijken en ik geef heel af en toe ook eens een clinic of een masterclass. En ik vind het ook heel leuk om mensen beter te maken. Dus ik kan me ook wel iets beter inleven in dat de coaches mij beter willen maken. En ik denk ook dat de imago van suf baantjes zwemmen door het swimgym ook wel een beetje voorbij is. Wat ik wel mooi vind om te zien is dat die mensen zoveel plezier aan hebben. Zonder dat ze mee gaan doen aan een WK of een Olympische Spelen. En ik heb wel eens het idee van, nou, als ik geen doel meer heb, dan weet ik niet of ik het wel leuk vind om te trainen. Maar misschien met dit soort concepten vind ik het misschien wel leuk om te blijven zwemmen. Dus dat is wel wat ik van hun kan leren, ja. Ik heb mezelf aangeleerd om met wat dan ook, al is een training, een wedstrijd, eerst te kijken wat ging er goed. Dan te kijken wat kan ik beter en dan te kijken naar wat ging er niet goed. En dat is misschien in het dagelijks leven wel een fijne tip. Het was op de EK in 2016. Toen scheurde ik vlak voor dat ik naar de Corbin moest, scheurde ik een pak. Maar ik moest eigenlijk een beetje lachen, want ik had dit scenario had ik ook voorbereid. Dus ik dacht, deze heb ik nog voorbereid. Dus ik heb mijn coach snel naar mijn tas gestuurd. Ik heb altijd meerdere pakken bij me. En als zo'n situatie voorkomt, heb ik altijd een pak bij me die ik al wat vaker aan heb gehad. Zodat die niet heel moeilijk aangaat. Dus ik was gewoon heel snel naar het kleedhokje gegaan. Deed mijn dat gescheurde pak uit. En toen kwam hij het brengen en toen kon ik het heel snel aantrekken. Maar juist omdat ik me erop voorbereid had van, oké, wat ga ik doen als dit gebeurt? Wat ga ik doen als dat gebeurt? Toen deed het me eigenlijk niet zoveel. Ik schrok wel even, maar toen dacht ik, hey, heb ik voorbereid. Dus ja, voorbereiding is eigenlijk echt key.